Ik ga nu een van Nederlands meest populaire sauzen maken. De Nederlandse keuken kent eigenlijk twee keukens. De Nederlandse keuken, hè, de simpele boerengroentekeuken, met af en toe een stukje vlees of vis erbij. En natuurlijk de Indische keuken, die totaal geïntegreerd is in onze Nederlandse eetcultuur. Kijk elke supermarkt na. Mijn oma maakte al een nasi en een bami, op haar manier natuurlijk, met soepgroenten uit de supermarkt. Daar gaat het niet om, maar die twee Nederlandse keukens, als ik het zo eventjes mag zeggen, als ik niet wil stenen trap, kennen twee belangrijke sauzen. En waarom zijn die sauzen zo belangrijk? Die twee sauzen, daarmee kon je kinderen leren eten. Want het maakte niet uit wat je die kinderen voorzette. Spruitjes, boerenkool, vis, de Nederlandse saus appelmoes en de Indische saté saus maakte alles lekker. En dan zeg ik natuurlijk saté saus. Dat is ook wel erg Nederlands, omdat het de pindasaus is over de saté. Laten we eerlijk zeggen, het is pindasaus. Nou hebben we twee soorten pindasaus. De koude pindasaus, hè, die je over de groenteschotels heen doet. En de warme pindasaus, die we onder andere gebruiken bij saté. En om nou te voorkomen dat we eindeloos die mooie verse vliespinda's eerst moeten vliezen. En daarna helemaal fijn moeten draaien tot een olieachtige pasta. Kunnen we op dit moment er trots op zijn dat we zelfs in de supermarkt fantastische, versgemaakte pindakaas vinden zonder toevoegingen. Hier heb ik bijvoorbeeld Jumbo pindakaas, 100% puur. Als je bij de ingrediënten gaat kijken, zijn er ook verder geen toevoegingen. Deze pindakaas heeft wat stukjes pinda in zich. Dat vind ik altijd heel erg fijn. We gaan de pindasaus namelijk niet in de blender maken, niet met de staafmixer maken. We gaan hem koken en we gaan hem met een garde roeren. En zo houden we een beetje structuur, een beetje bite in de pindasaus. Wat hebben we nodig voor de pindasaus? Een uitje, knoflook, olie, beetje sambal als smaakstof. Natuurlijk onze pindakaas. Een beetje ketumbar, gemalen korianderzaadjes, water. En we kunnen daarna altijd nog een beetje spelen met zoet, zuur, zout, pittig. Om ons sausje helemaal onze eigen signatuur te geven. Uitje gaan we weer snipperen. Even kijken waar het worteleind zit. Dan gaan we aan deze kant de ui 3 keer insnijden. Dan naar het worteleind toe ook insnijden. Niet helemaal tot het einde. En dan gaan we de ui tot mooie kleine blokjes hebben. Want ik wil natuurlijk het uitje straks terugvinden in de pindasaus. We gaan eventjes de knoflook kneuzen. Even pellen. Dat is altijd zo handig als je hem eerst eventjes geplet hebt. Dan gaat het velletje er in 1 keer af. We pletten hem. Dan gaan we hem eerst snijden. En daarna hakken. Ook het knoflookje hoeft niet helemaal fijn gehakt te worden. Er mag best een beetje structuur in zitten. Hij gaat warm worden in de saus. En we mogen best een pittig, naar knoflook ruikend pindasausje hebben. Nou maak ik hem in een koperen pan. Maar je kan natuurlijk elke stevige braadpan of pan met dikke bodem te gebruiken. Pindakaas heeft namelijk ontzettend de neiging om aan te branden. Hè? Dat is de ramp van alle cateraars. Als er weer zo'n hele emmer wijko in een pot met water gedaan werden, dan moest daar wel die staafmixer doorheen. Want anders brandde het onherroepelijk aan. En dan is echt die pindasaus helemaal naar de rasmodee. Die brandlucht krijg je er niet uit. We moeten zachtjes garen. De pindakaas zacht maken. Er is een klein trucje. Ik kan hem hier niet toepassen. Heeft u thuis een magnetron? Maak hem een klein beetje warm in de magnetron. Dan gaat hij lopen. En dan heb je geen klontjes in je pindasaus. We beginnen met 2 eetlepels olie. En we gebruiken natuurlijk hiervoor een arachide of zonnebloemolie. In ieder geval olie zonder geur of eigen smaak. En in die olie beginnen we met het aanfruiten van uitjes en knoflook. Op een zacht vuurtje om te beginnen. En dan gaan we ook weer de uitjes niet bruin bakken, maar aanzweten. Glazen gaar maken. Er mag best nog een beetje bite in zitten. Als je nou een pindasaus maakt die je heel lang wil bewaren, dan sla je dit even over en dan gebruik je gebakken uitjes overal te krijgen.
geeft een heerlijke krokante bite, een andere smaak en is eindeloos lang houdbaar. En nu komen we op een punt waar volkstammen ruzie om kunnen maken. Moet er nou een beetje santen bij? Dus een beetje kokosvet. Of laten we het gewoon zo? Ik laat hem voorlopig eventjes zo. Maar je mag altijd een beetje kokos gebruiken. Als je een andere smaak, andere swing aan je pindasaus wil geven. Ga nu het vuurtje laag draaien. En in dit geval 5 flinke eetlepels pindakaas toevoegen aan de pan. Bijna de hele pot is dat hoor. En waarom maken we nou die pindakaas warm? Om te zorgen dat die straks mooi oplost, zonder dat we het garnituur met een staafmixer stuk gaan maken. Je zal misschien zien dat als het een mooie verse pindakaas is, dat de olie een beetje bovenop gaat drijven. Dat is helemaal niet erg. Als je een goede Thaise curry hebt, dan zie je ook eigenlijk dat het olie bovenop gaat drijven. En dat is toch wel een kenmerk van kwaliteitspindaatjes. Het is natuurlijk een olieachtig vruchtje. Ga nu verder met de garde om te zorgen dat hij niet aan de bodem zit. En als de pindakaas mooi is opgelost, dan gaan we verder de saus op dikte maken door het toevoegen van wat water. En dan mag hij gaan koken. Want hij zal blijven binden. Kijk maar hoe dik die wordt. En dan moet je natuurlijk opletten dat hij niet aan de bodem gaat zitten. Met een paar kamirinoten kan je ook een hele soep binden. En de hoeveelheid water die je toevoegt is echt afhankelijk van het type en het soort pindakaas wat je gebruikt. Nou moeten we even de kook eroverheen laten komen om te zien hoe dik die is. Maar zo'n saus kan bijna eindeloos blijven doorbinden. We gaan nu een beetje spelen met zoet, met zuur, met pittig. We beginnen eventjes met een beetje ketchup manis, een beetje zoet. Waardoor de saus ook een mooie kleurtje gaat krijgen. Dan gaan we een theelepeltje sambal toevoegen voor de pittigheid. Ik vind het lekker om wat katoenbar erbij te doen. Geeft een smaakje wat een beetje koekkruiden, nootmuskaatachtig is. Katoenbar zijn de gemalen zaadjes van de koriander. Wordt heel veel in koekjes gebruikt. Vraag maar aan meneer Holtkamp. Dan zit er verder nog geen zout bij, dus ik ga even proeven hoe die nu is. Hij mag van mij nog iets zoeter. We kunnen een klein beetje gulab jamun er nog bij doen. Een beetje palmsuiker, een klein beetje ketchup. Dan natuurlijk gewoon wat zout. En voor de frisheid een klein beetje azijn. Zou ook citroensap kunnen zijn. Ja, dit is pindasaus. Echt pindasaus. Niet te zout. Eenvoudige pindasaus. Goed van tevoren te maken. Heel goed houdbaar. Als je het dan in de koelkast bewaart. Even in zo'n goed afsluitbare plastic bak. Mag ook in een glazen schaal. Houd er wel rekening mee dat dit gaat natuurlijk enorm opstijven als je het af laat koelen. Dat je het weer met heel veel beleid rustig aan in een pannetje. Met nog een klein beetje water erbij. Misschien een klein beetje olie erbij. Je warm maakt voor je het gaat gebruiken. Heb je trek in nog een video? Er staan er ruim 1200 voor je klaar. Abonneer je op het YouTube kanaal of schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan hou ik je wekelijks op de hoogte van nieuw materiaal.